Dit geconcentreerde gezicht behoort toe aan Hannes van Asseldonk. Hannes kwam het afgelopen seizoen uit in de Formule BMW als teamgenoot van kampioen Robin Freins en heeft inmiddels zijn eerste Formule 3-test al achter de rug. Hannes zag ons eerdere interview met Renger van der Zanden en dienst rond de tijd en dacht daar wel een antwoord op te hebben. Maar eerst moesten we hem natuurlijk even afleiden. Hannes, welkom. Welkom bij GP Update op kantoor. Opnieuw in de playseat met Formula 1 2010. Ik geloof dat je nog maar een tiende van de tijd van Renger zit, hè, op dit moment. Ja, dat klopt. Het gaat steeds beter. Goed zo. Hey, bij het grote publiek ben je misschien niet zo heel bekend. Maar je hebt dit seizoen Formule BMW gereden. Hoe lang doe je al aan autosport? Dit is mijn eerste seizoen pas. En ik heb dit jaar Formule BMW Europa gereden. En daarna nog een half jaar Formule Abarth aangeplakt. Dus best een druk seizoen. En Formule Abarth, Formule BMW kennen we natuurlijk allemaal. Maar Formule Abarth, wat is dat precies? Formule Abarth is een nieuwe klasse. Abarth van Fiat natuurlijk. En je hebt een nieuwe klasse opgezet. En met een snelle auto. Dus ook helemaal nieuw. Dus dat kan je wel merken als je vanuit een oude BMW in een nieuwe Abarth stapt. En het is wel een lekkere klasse. We zitten maar 4-3 seconden af van een Italiaanse Formule 3. Dus best een snelle auto. Okay. Hey, wanneer ben je begonnen met karten? In 2007, toen ik 15 was, ben ik Rotax Max Junior gereden bij Dennis de Bruin. En vanuit daar ben ik eigenlijk de jaar daarna weer verder gestroomd in senior en toen schakelkart gereden. Als je op je 15e beginnen met karten, dat is vrij laat. Als je ziet dat de meeste coureurs, vanaf het moment dat ze kunnen lopen ongeveer in een kart gegooid worden. Is dat nadelig of merk je dat eigenlijk niet zo? Toen ik instapte was het wel een beetje nadelig. Iedereen die kart natuurlijk al 5-6 jaar. Maar het ging eigenlijk gewoon heel snel goed. Meteen alles in de vloeiende lijn. En nooit echt problemen gehad. Dus je mist wel wat ervaring. Maar zoveel mogelijk wedstrijden altijd meegepakt. En nou zit ik toch op aardig niveau. Dus. Okay. En Formule BMW, dit seizoen is Robin Freins kampioen geworden. Jou niet onbekend volgens mij. Nee. Hoe beviel dat? Het seizoen bedoel ik, niet zozeer zijn kampioenschap. Het seizoen beviel goed. Na alle official testing days die we hadden van BMW uit, had ik wel verwacht dat ik iets verder zou staan. Maar dat was niet het geval. En door het seizoen heel veel geleerd. En eigenlijk van middenveld achteraan naar voren gereden en de laatste paar wedstrijden altijd in de top 5. Dus een paar podiums meegepakt. Dus hartstikke tevreden seizoen. In Spa nog bijna gewonnen, hè? Ja, bijna ja, maar niet helemaal. Maar ja, dat hoort erbij. Ja. En voor volgend jaar stap je hoger op? De bedoeling is om Formule 3 Europa te rijden. Bij Prema eigenlijk. En het budget is er nog niet voor rond, maar daar zijn we hard mee bezig. En het zou mooi zijn. Het is wel een grote stap. Maar de kleine stap is niet goed, maar de grote stap kan ook gevaarlijk zijn. Maar we proberen het. Dus nog een goede voorbereiding in de winter. Dus. En je hebt al getest in Formule 3. Is dat een grote overstap van de Formule BMW? Ik heb nu nog alleen maar getest in de Formule 3 Italië. Best een grote stap. Ja. Heel veel downforce, een stuk zwaarder, ook fysiek. Maar er wordt ook hard aan gewerkt. Het gaat steeds beter, dus mag niet klagen. En als je volgend jaar Formule 3 zou rijden, wat zou dan je doel als rookie zijn in eerste instantie? Zeker rookie kampioen worden. Dat is natuurlijk het eerste doel. En zo goed mogelijk eindigen, zo veel mogelijk leren. Want ik heb nu nog maar 1 jaar gereden en het seizoen is pas net afgelopen. Dus voor het tweede jaar Formule 3 is het niet niks. Dus gewoon ervaring opdoen en punten scoren. Het lijkt me altijd wel een grote overstap van kart naar formulewagens in één keer. Is dat ook even schrikken? Ik kan het eigenlijk niet met elkaar vergelijken. Je moet natuurlijk wel gekart hebben, maar je kan het niet met elkaar vergelijken met op de manier hoe je het rijdt. Het is gewoon totaal anders. Ja. En veel van de jonge coureurs hebben het nog altijd als doel, als grote einddoel de Formule 1. Ben jij daarin niet anders? Nee, eigenlijk niet. Het is wel, het is niet makkelijk natuurlijk. En ook voor een Nederlander is het niet zo gemakkelijk. Mm-hmm. Maar dat is toch wel het ultieme doel. Natuurlijk, je hebt nog wel een heleboel andere opties. Of een heleboel niet, maar er zijn natuurlijk andere opties. Maar uiteindelijk is het ultieme doel Formule 1. En Amerika, zou je dat trekken, denk je? Ligt eraan wat. Als er misschien op de weg ernaartoe nog een goede aanbieding komt, dan zeg nooit natuurlijk. Nee. Je zei als Nederlander is het wat lastig. Wat maakt het lastiger als Nederlander? Klein land, niet gigantisch grote sponsoren en is het wel. Ja.
Het is voornamelijk gewoon een sponsorkwestie die wat de meeste mensen dwars zit dan. Ja. Sorry, de meeste coureurs dwars zit in ieder geval. Ja, klopt. En dat merk je zelf ook veel? Ja, tot nu toe hebben we het nog allemaal rond kunnen krijgen met dit jaar. En volgens mij moet eraan gewerkt worden, maar we gaan er wel gewoon vanuit dat het lukt. En ja, als het niet lukt, zou het natuurlijk zonde zijn, maar ja, daar gaan we nu niet vanuit. En ik neem aan dat jij ook gewoon het Formule 1 kampioenschap dit jaar hebt gevolgd. Heb je er net zo van genoten als wij? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik vond het een heel spannend jaar, een heel leuk jaar. En ja, op zich wel een terechte winnaar, Sebastian Vettel. Dus knap gedaan. Was hij ook jouw favoriet of had je toch stiekem iemand anders gezien? Nou, ik denk voor winnende kandidaat was het wel een van de favorieten. Maar bijvoorbeeld, ik vind Nico Hulkenberg zelf gewoon een hele goede coureur. Mm-hmm. En hij heeft ook bij hetzelfde team gekart waar ik heb gekart. En ook nog zelf bij hetzelfde team Formule BMW gereden. Dus dat is wel, ja, niet echt connectie, maar wel een beetje. Ja. Dus die support ik wel. Ja, en dus zijn pole in Brazilië, dat, ja, dat kon je wel waarderen. Ja, dat was wel heel knap, ja. Hoe gaat het nou, het reizen ondertussen? tijdens het interview gaat het ietsje minder. Als toen straks alleen aan het rijden was, maar ik ben niet bang dat Rengers de tijd er nog aan gaat vandaag. Goed zo, moet ik mijn mond even houden? Is goed. Oké. Kom op! Oh, kom op! Het is zo close! Yes! Het scheelde helemaal niks, maar de nieuwe richttijd op Bahrein is een 1:52.839. Ook Hannes zit op Twitter, dus wie sneller is mag actie ondernemen. Renger, we kijken als eerste naar jou.